Uiteindelijk zien we dat de actuele situatie thans is dat we beland zijn in tal van crisis. De monetaire crisis, de financiële crisis, de sociaal-economische crisis, de rechtsstatelijke crisis en nog veel meer in alle sectoren als gevolg van een stukje wanbeleid, onbehoorlijk bestuur, maar ook nog het onvermogen om de crisis te beheersen. Bestuurlijk is gebleken dat de regering niet in staat is te leiden, ondanks de inzichten die werden aangereikt door politiek, door bedrijfsleven, door vakbeweging, door deskundigen en zoveel andere personen. Het staat vast dat onze kinderen en generaties na ons opgescheept zullen zitten met hoge schulden van deze regering. Die rekening gaan we met z'n allen gepresenteerd krijgen. En deze paarse puinhopen moeten wij als volk, wij als politieke partijen gaan opruimen, want zelf kunnen zij dat niet. De totale bevolking zal straks de schouders daaronder moeten gaan zetten. Maar dat alleen geacht aanwezigen zal niet voldoende zijn. Want het is niet fair dat alleen wij als gewone burgers opdraaien voor de ellende die zij hebben veroorzaakt. Alle corruptiezaken en alle verdwenen gelden moeten worden uitgezocht en opgespoord. We hebben de personen, de deskundigen, de expertise om dat te doen. We hebben de internationale contacten om dat te doen. En allerbelangrijkste, mijn mensen, wij hebben het recht aan onze zijde om dat te doen. Het kan niet zo zijn dat u en ik opdraaien voor de oplossingen en dat zij die de ellende hebben veroorzaakt gaan rentenieren van ons gestolen geld. Dat nog kan in Nahoiseke. En daarvoor moeten we ons als volk van Suriname ook committeren om ook daar tegen een strijd te gaan leveren. Alsof wij burgers het al niet moeilijk genoeg hebben, worden wij wederom geconfronteerd met zoveelste wanprestatie, zoveelste valse belofte van de regering, die leiden tot spanningen tussen burger en overheid, tussen vakbonden en regering, Kasiko de minister, en erger is nog dat de minister, ondanks de oproepen in het parlement, ondanks de oproepen van zoveel andere organisaties, nog doorgaat met het negeren van vakbonden. Nog doorgaan om de strijd, de gerechtvaardigde strijd van vakbonden te ondermijnen. Als samenleving worden wij weer eens geconfronteerd met onze onderlinge verdeeldheid en tegen elkaar uitgespeeld worden als burgers van dit land. Dit keer niet door de kolonisator. Let wel, dit keer niet door de kolonisator. Het gevaar komt nu niet van buiten. De positie van de stakende leerkrachten had nu veel sterker kunnen zijn als er onderlinge eenheid en partnerschap zou zijn. Dan was de oplossing misschien al lang gevonden. Maar het is nog niet te laat.